Domein de Kluis in Sint-Joris-Weert. Een rustige omgeving waar scouts en gidsen van over de hele wereld dit jaar hun tent opslaan voor een djembe. Djembe! Nu ja, rustig. Maar wat houdt dat net in, zo'n djembe? Djembe 2013 is een internationaal camp voor scouts en gidsen van over de hele wereld. Georganiseerd door de Belgische scoutsfederaties. En het is de bedoeling dat ze hier op camp komen om scouting in België en ook scouting in andere landen te leren kennen door samen te leven en samen te spelen met elkaar. La djembe is een oportuniteit voor ons, voor de scouts en todo el mundo. Para compartir técnicas, juegos, muchas cosas, para aprender mucho, para convivir, para relacionarse simplemente con personas. Es un espacio de aprendizaje constante y de diversión también, de compañerismo, de armonía, de valores. Well, for me it's been a really good opportunity to meet other people, to get out into the wider world of scouting, not just in the UK, so internationally, and yeah, meet people from tons of different cultures. It's been another opportunity for me to work with children, which I'm used to, though again, it's all about cultures and coming together, and I don't know, a sense of unity which you get from scouts. C'était super chouette, beaucoup de rencontres. Et moi, comme je parle espagnol, j'ai rencontré plein de gens qui parlent espagnol, et j'emporte plein d'amitié avec le camp ici. Vraiment un moment inoubliable qu'on a vécu ici. En wat valt er allemaal te beleven? Achter ons aan de gang zijn de scout skills. Ze hebben verschillende posten waar dan ze kunnen pyrogravuren doen, het bakken van wafelen, hamburgers, het roken van zalm. Er worden shelters gebouwd tegen de regen, wat dan met deze weer natuurlijk van pas kan komen. Er worden basisknopen aangeleerd voor het tjorren. Er wordt messen, vlijm gescherpt. Na 9 dagen bakken en braden in de zon kwam alsnog de regen. Maar dat kon de pret overduidelijk niet bederven.